Het is mooi weer, het Koning Boudewijnstadion is een zee van blauw, wit en paars. Ook veel bekend volk, wie zien we? Van Gent, de burgemeester, de manager, de ex-verdediger, de ex-premier, de ex-voorzitter en de huidige naast de bondsvoorzitter. Van Anderlecht hebben we de voorzitter, de ex- en de huidige manager en de secretaris-generaal. De bondscoach komt scouten, hij ziet twee Gentse Belgen, Roek en Thijs, en vier Anderlecht-Belgen. De Schacht, Proto, Van Damme en Gillet. Twee trainers die voluit voor de aanval kiezen. We gaan een lekkere finale krijgen. 6 minuten ver, Fadiga sterk aan de bal. Thijs legt diezelfde bal dan in de rug van Wasilewski. Ruiz trapt op doel, maar het wordt een ideale voorzet voor Foley. 1-0. De wedstrijd is meteen al opengebroken. In de herhaling is duidelijk dat het echt wel een doelpoging was van Ruiz. Foley profiteert en brengt Gent op voorsprong. Net een minuut later, de Schacht vrij op links. Polak geeft aan waar hij de bal wil hebben en de Schacht voert het perfect uit. 1-1 bijna onmiddellijk na de 1-0. Polak helemaal losgelaten en perfect bediend door Olivier de Schacht. De wedstrijd golft heen en weer. Op het halfuur ingooi Wasilewski. Jorgasevic komt erg slecht uit zijn goal. Gillet kopt op de lat. De doelman van Gent ziet er lullig uit op de hoge bal, maar hij komt bijzonder goed weg. Gent is wel de best voetballende ploeg in de eerste helft. Fadiga in één tijd voor doel. Ruiz sterker dan Frutos. Proto hoeft er niet echt in te grijpen. Even later geeft Frutos aan dat hij is vastgehouden in het strafschopgebied van Gent. En of wie gelijk heeft, dit was een strafschopfout van de Roek, maar Goumieni fluit niet. 34e minuut aan Olufade met een nummertje, weg van de Schacht en ook weg van Polak. Proto, een tweede keer geklopt, 2-1 Gent. De herhaling maakt duidelijk dat het schot van Olufade afwijkt op de knie van Jelle van Damme. Proto zag het op deze manier. De bal compleet van richting veranderd en dus is hij kansloos. Olufade zit met zijn gedachten heel even in de hemel. En we zijn nog niet aan rusten toe. De Roek gaat zwaar in de fout. Vilcek vrij voor Jorgasevic, maar niet daar voorbij. Gent is hoe dan ook de betere ploeg. Linksachter Mutafdzic wordt weggestuurd door Ruiz. De voorzet naar Fadiga in één tijd, maar naast de goal van Proto. Tronsoljet gaat tevreden de rust in. De Buffalo's staan halfweg terecht op voorsprong. Ariel Jacobs brengt het na de rust Châtel voor Vilcek. Hij hoopt op meer dreiging vanaf de rechterflank. Maar eerst is daar alweer Gent met Olufade. Niet zo moeilijk voor Proto dit keer. We spelen bijna een uur. Fadiga wordt in de rechthoek aangespeeld. Bijzonder knap, maar heel veel pech bij de afwerking. Anderlecht komt hier bijzonder goed weg. Daarna wordt Anderlecht stilaan beter en dominanter. Châtel doet waarvoor hij is ingebracht. Boussoufa komt bijzonder knap in, compleet buiten bereik van Jorgasevic. Blijft hij of blijft hij niet bij Anderlecht met de trainer, is hij in elk geval de beste maatjes. 2-2, 20 minuten voor tijd en alles weer open. Zo ziet de perfecte kopbal eruit. Gent hapt naar adem. Anderlecht met nu ook Hassan in de ploeg wordt alleen maar beter. Hassan, Boussoufa, Gillet, 3-2. 2 minuten na de 2-2. Zo mooi kan voetbal zijn. Boussoufa speelt een fenomenale tweede helft en leidt Anderlecht na 14 jaar nog een keer naar bekerwinst. Gillet scoort en ook Ahmed Hassan is ondanks het vele bankzitten na nieuwjaar bijzonder blij. En blij ook dat hij voor Anderlecht heeft mogen voetballen, zo te zien. Aanvoerder Olivier de Schacht mag de beker in ontvangst nemen. Het paarswitte feest kan beginnen.